Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Vandaag dacht ik eens, het is misschien weer tijd om nog eens een video te maken voor tweelingvlammen, zielsconnecties die in scheiding zijn en waar er dus totaal niets van contact is. Dus geen sms'jes, niet elkaar zien, niks, nappes, nada dus. Om te kijken wat de boodschappen is die vandaag mogen doorgegeven worden en zodanig dat je verder ondersteund wordt in jouw proces. En weet dat wanneer je een diepe zielsconnectie bent, dat eigenlijk de eerste bedoeling, het eerste doel ervan, altijd zielsgroei is. Dus daarom blijf ik ook altijd me focussen en herhalen van, door te zeggen van focus op jezelf. Het gaat om het terugkeren naar het zelf. En dat ga je dan uiteindelijk ook weerspiegeld zien in jouw wederhelft. Eigenlijk in die ene ziel die de weerspiegeling is van jouw ziel. Maar die andere ziel, wat eigenlijk, laten we zeggen, een geascendeerde versie is van jouw ziel. Je gaat niet verschijnen, zoals je ziet, de Ten of Challenges, de Tien van Bekers. Ga niet verschijnen zolang dat jij niet de negen gevuld hebt. Dus het is eerst aan jou om de negen bekers, dus niet alles in je leven, die vervulling te vinden in alles wat je doet. Om eigenlijk je leven op orde te zetten en zodanig in te vullen dat wanneer dat er eigenlijk dan een partner komt, dat die eigenlijk gewoon een perfecte aanvulling is en een meerwaarde is voor jouw leven. En niet dat je zit te wachten totdat iemand anders jou gelukkig maakt. Voilà, de eerste wat we krijgen is Three of Challenges voor de connectie. Eight of Challenges. Het gaat hier echt over emoties. Ja, voilà. En de Master of Orbs. Gedachten. Dus tweemaal, ik ga het een beetje hoorlijnen. Tweemaal emoties en eenmaal gedachten. En waarom? Hier. Daarom. Omdat je moet eerst jouw eigen stabiele basis creëren. En dan pas ga je in union. Dus de Strength Card voor tweelingvlammen. Zielsconnecties. Dat gaat over die eenheid tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Dus de Strength Card gaat over de kracht. Gaat over het voilà, en zien we dat we hier liggen? Two of Flames, eenheid. Die eenheid is het, strength, eenheid, hier. Maar dat komt eerst. Je kunt niet aan de andere kaarten als je niet deze eerst gedaan hebt. Zie? En wat ligt de onderkant? Ja. Herken en zie, leer wie je bent. En bekijk het alles een keer gewoon op een andere manier. De relaties en zielsconnecties zoals dat we ze kennen, kunnen niet meer gedaan worden zoals dat we het altijd gedaan hebben. Relaties moeten op een andere manier gedaan worden. Er zijn andere spelregels als het ware. En die is wat ik jou hier kom te leren, kom uitleggen. Waarom? Omdat het niet meer vanuit het fysieke aantrekking gaat. Het gaat eerst over de zielsconnectie. Dan hebben we het mentale en het emotionele. En pas later is eigenlijk de meeste fysieke, de fysieke verbinding. Zo worden en zijn tweeling-vlamconnecties onder andere. En diepe zielsconnecties ontstaan. En gaan ze ook op een natuurlijke manier aangegaan en ontwikkeld worden. Dus daarom is nu belangrijk, waar je nu staat in jouw connectie, dat je wegloopt van alles wat uiteindelijk jou niet meer dient. Er staan hier acht bekers, het gaat dan net over de negen bekers. Er zijn minstens acht bekers in jouw leven, dus minstens acht dingen als het ware in jouw leven, waar je mag van wegstappen. Dat kunnen vrienden zijn, dat kunnen connecties zijn, dat kunnen emoties zijn, verdriet zijn, patronen. En dan kijk ik naar deze kaart. Deze kaart vraagt om eigenlijk de meester te worden over je eigen gedachten. Om je waarheid te gaan spreken, maar vanuit verbinding met je emoties. Vanuit verbinding met wat je voelt. En de realiteit, wat je aan het vorm creëren, aan het vormgeven bent, is niet de maatstaf om te weten of je op de goede weg loopt. Nee, je emoties zijn dat. Je emoties zijn, daarom is het ook overal blauw. Je emoties zijn jouw leidraad. Als iets goed voelt, dan is het een teken dat je op het goede pad loopt. Als iets slecht voelt en je voelt je heel neerslachtig en je hebt heel veel verdriet en wat dan ook, kijk dan eens naar de gedachten die eronder liggen. Want jouw gedachten zijn jouw manifestatiekracht, zijn jouw aantrekkingskracht, zijn jouw transformatiekracht. Dat is hetgeen wat ik ook leer met iedereen die met mij samenwerkt. Om via jouw gedachten jouw leven te gaan manifesteren, maar meer nog om jezelf te gaan healen. Dus focus op, kijk de komende week van of nu wat dat het is wat hij voelt. Erkent daarin ook voor jezelf. Waar je jezelf eigenlijk ook vastgehouden hebt aan de hand van de gedachten, aan de hand van de zaken, de negatieve manier misschien waarop je naar dingen keek. En omdat je eigenlijk
te veel kracht gegeven hebt aan negatieve, laagdrempelige emoties. Want daar ligt jouw kracht, daar ligt jouw verschuiving, jouw groei. Nu, als je dan niet alleen in staat bent om daar doorheen te breken, alsjeblieft zoek dan de nodige hulp. Van een coach, van een therapeut, van een healer, via mij, maakt mij niet uit. Two of Cups, kijk weer, oké, herhaling. Die eenheid gaat er komen, maar het moet eerst eenheid in jezelf. En eerst is dat jou om weg te lopen van de dingen die jou niet meer dienen. De persoon die je altijd geweest bent, om daar afscheid van te nemen. En om de wereld weer te omarmen als een plek van verschillende mogelijkheden in plaats van beperkingen. En ik weet, er zijn heel veel mensen die niet weten wat dat hun passie is, die niet weten wat hen blij maakt. Maar kijk een keer terug van toen hij kind was. Als kind was je nog niet zo, ging je nog niet zo gedrukt onder de ballast van de wereld en de collectieve schuld, als het ware. Laten we zien, wat zijn de extra boodschappen dat we kregen via dit tarotdeck? Voor diegenen die nieuwsgierig zijn, dit is het. Hoe heet het ook alweer? Ja, Quantum Tarot. Ik ben vreselijk in het onthouden van namen van deze kaarten. Ik gebruik het en dat is het. De Four of Cups. De Ten of Pentacles. Dat is gewoon een goede richting. Hè? Maar kijk, ik zie hier ook weer emoties, emoties. Emoties nu zijn belangrijk, ja. De Seven of Cups. De Ten of Cups. Een judgment, dus balans creëren. Op de lange leg. Deze ligt omgekeerd. Zie je ook constant weer die weerspiegeling. En nog één kaart. Ik hoop dat jullie wat kunnen afkoelen na die lange, zwoele, hete zomerdagen. Maar weet dat ook daar weer een reden zit en dat heel veel dingen ook gespiegeld worden en kunnen gezien worden in het weer. Zeker als je daarvoor open staat. Oké, speel nog een kaart, alsjeblieft. Oké, dank u. En wat krijgen we? De Two of Wands, maar omgekeerd. Wat dat logisch is, want de eenheid is er nog niet in jezelf, dus is er zeker nog niet in de connectie. Maar krijgen we aan de onderkant de Fool. Ja, een nieuw begin. En de Eight of Swords. Kijk, ook weer communicatie. Het is belangrijk dat je leert om op een nieuwe manier, en dat gaat jouw geluk, dat gaat jouw, bedoel, ja, geluk ook, maar dat gaat jouw succes brengen. Dat je op een nieuwe manier jouw pad leert lopen. Dat je het pad van een Fool gaat lopen. Waarom? Een Fool is iemand die nog niet getekend is door het leven. Die nog geen ballast met zich meeneemt. Die eigenlijk gewoon geen rugzak of een lege rugzak heeft. En dat is hetgeen waar jij nu in het transformeren bent aan het transformeren. Die overgang aan het maken bent. En dus ga gaan kijken en zie je leven, je toekomst als een onbeschreven blad. Een blanco blad, een nieuw boek. Het maakt niet uit hoe je het noemt. Maar bekijk het op die manier. Want dat gaat jou helpen om te leren jouw waarheid te spreken. Maar vanuit liefde, vanuit vertrouwen. En niet meer vanuit de pijnen waar je altijd gekend hebt. Even kijken of dat niet meer kinderen zijn. Nee, oké. Dus wat zien we hier? Die Queen of Cups. En de Queen of Cups is eigenlijk iemand die perfect in staat is om haar emoties te beheersen. Maar vanuit dat hogere bewustzijn. Ze heeft diepe empathie en diepe verbinding met alles en iedereen om zich heen. Maar ze laat zich er niet door overweldigen. Dus zij is eigenlijk een meester geworden over haar emoties. En dat is hetgeen wat je nu, gezien dat je emoties en dus gedachten, dat eigenlijk je transformatiekracht, je gedachten moet gaan gebruiken om je emoties op een goede manier te gaan leren interpreteren en te leren gaan begrijpen en te gaan lezen. En dat vraagt natuurlijk dat je een stukje wegstapt van de dingen die je niet meer dienen, maar dat je ook erkent waar dat je gefrustreerd over bent, waar dat je eigenlijk nog te weinig waardering voor hebt. En waar dat je eigenlijk jezelf vastgezet hebt door te veel te focussen op de dingen die er niet meer zijn, op de dingen die verkeerd gegaan zijn. Want door net dat, die shift te maken, die verschuiving te maken in jouw focus,
ga je eigenlijk alles brengen. De Ten of Pentacles. De Ten of Pentacles, de 10 van munten, is het stuk waarin dat alles, dat je ziet dat alles samenhangt met elkaar. En dat het effect van één planeet het effect heeft op andere planeten. Of de wezens op andere planeten. Maar dat je eigenlijk ook leert de dynamiek van mannelijke en vrouwelijke energie. De dynamiek van je connectie leert beter te begrijpen. En dat je leert hoe dat je het afstemmen en het dus leren beheersen van emoties en gedachten. De balans daartussen. Niet de synchroniciteiten, maar de interacties ertussen, de invloed van alles, alle elementen eigenlijk van wie dat je bent, dat gaat ervoor zorgen dat je gaat weten welke bekers dat er jou wel vervulling brengen. En wanneer je dat weet, ga je uiteindelijk ook verder stappen naar die 10 of bekers, waar al je bekers gaan gevuld zijn. Want dat is een relatie, een connectie, een gelukkig huwelijk, wat dan ook is wat je wilt gaan manifesteren. Maar dus op elk vlak. Niet alleen in die relatie, maar dus ook vervulling in je werk. Blij zijn met waar je woont. Een hele fantastische, leuke vriendengroep. Wat dat dan ook maar is, dat is dat je wilt, wat dat die bekers vertegenwoordigen. Het maakt niet uit. Maar elke beker dat je hebt, dat je voedt, gaat jou heel veel vervulling in return brengen. Als boodschap, ik ben echt het woord aan het zoeken en ik vind het niet. Als geschenk terugbrengen. En dan zien we deze hier. Dat is eigenlijk hetgeen wat we. Misschien als je al een tijdje kijkt naar de readingen die ik maak, dan ga je ondertussen weten wat dat deze kaart voor mij betekent. Dat is eigenlijk Temperance. Maar dus, het beschrijft eigenlijk het stuk waarin dat je. Wat ik daarnet gezegd heb, de verschillen in de elementen. De verschillende aspecten in je leven, dat je die als een geheel gaat gaan zien. En dat je gaat gaan zien dat bijvoorbeeld je financiële situatie te maken heeft met de zelfwaarde. Dat hoe dat je in relaties verschijnt of niet verschijnt, te maken heeft met je zelfbeeld. Met de manier waarop je liefde geeft aan jezelf. En dat is hoe meer dat je die zo binnen, zo buiten, hè, want je ziet er die twee driehoeken liever. En die bollen die. Die twee driehoeken eigenlijk verbinden. En dan hier zie je eigenlijk een hoofd, wat dat eigenlijk wat symbool staat voor het hogere zelf. Dus zo boven, zo beneden, het water, het rode, eigenlijk alle elementen, ze kun je hierin terugvinden. En hoe meer je dat gaat gaan doen, hoe meer dat je ook de obstakels die nu op je pad zijn, de moeilijke dingen die nu er zijn, zoals bijvoorbeeld de scheiding met jouw geliefde. Het niet ontvangen van communicatie, hoe meer je daarmee op een goede manier gaat kunnen van wegstappen. Het gaat jou een helder zicht brengen. Hè? Het gaat jou zowel fysiek, maar ook mentaal en emotioneel op een veel betere plaats brengen. En daarom ligt deze nog zo. Want als die zo ligt, dat wil dat zeggen dat je eigenlijk de moeilijke situatie verlaten hebt. Maar je zit er nog in, want anders zou je niet naar deze reading kijken. En waarom zit je er nog in? Omdat die eenheid tussen mannelijk en vrouwelijk energie in jezelf er nog niet is. Er zijn nog te veel dingen, te veel. Ik ga ondertussen andere kaarten nemen. Er zijn nog te veel zaken in jezelf, in jouw eigen energie, in jouw zijn, die ervoor zorgen dat jouw tweelingvlam eigenlijk de taak heeft om die schaduwen te spiegelen. En dat creëert natuurlijk die balans. Die balans, ja, dat gaat balans natuurlijk creëren, maar die ballast. Sowieso, als er geen contact en geen communicatie is, dan wil dat zeggen dat het nu de tijd is om op jezelf te focussen en met jezelf aan de slag te gaan. Momenten waarin dat er geen contact is, zijn altijd momenten waarop je zelf doorheen stukken gaat, maar waar je jouw tweelingvlam of jouw zielspartner ook doorheen stukken gaat. En dat is hetgeen wat ik in de laatste 3 jaar met mijn tweelingvlam altijd gezien en geleerd heb. En constant als bevestiging ook kreeg. Dat moment waar we elkaar weinig hoorden. Vooral in het eerste jaar was dat. Of niet hoorden liever. Dan waren dat de momenten waarin dat we echt aan onszelf werkten. Waarin dat we
soms ook andere mensen op ons pad krijgen om ons lessen te leren. En het is belangrijk om daar niet aan voorbij te gaan, om die niet te negeren of daar geen weerstand tegen te hebben. Want sommige lessen kunnen we nu eenmaal niet leren met onze tweelingvlam. En als je die les niet leert, dan zorg je er eigenlijk gewoon voor dat het moment waarop je samen wilt of kan komen met jouw tweelingvlam eigenlijk gewoon uitgesteld en in je toekomst, op je toekomstlijn vooruitgeduwd wordt. Voel dat ik nog één kaart nodig heb. Als je begeleiding wilt in je tweelingvlamproces of gewoon in jouw eigen verdere ontwikkeling als ziel wilt uitzoeken op welke manier dat je dan meer vrijheid, meer geluk en dergelijke kan krijgen en je wilt krijgen in je leven, weet dan dat je altijd ook met mij kan samenwerken. Er zijn verschillende manieren. Er zijn trajecten, die zijn iets duurder natuurlijk, waarin dat we één op één werken, maar er is ook ondertussen membership. En daar is eigenlijk ook de, laat ons zeggen, de goedkoopste manier om met mij en mijn team samen te werken. Want dat doe ik niet alleen natuurlijk. We hebben hier nog Birds of a Feather en Into Me I See. Ja, kijk, en zie je zo mooi die, hoe dat die kleuren ook weer mooi zijn, hetzelfde zijn. De eerste was een Burst of Magic. En dat was op het moment dat ik ook aan het zeggen was van, het is belangrijk dat, om de magie te zien in de connectie, om de magie te zien in de dynamiek en daar ook meer over te leren, over hoe dat alles samenhangt, hoe dat jouw eigen proces samenhangt met waar dat je erin staat in je connectie. En dat dat de sleutel is om de gang van zaken in je connectie ook te gaan veranderen. Dat hier staat symbool voor de mannelijke energie. En hier staat de queen. Maar eigenlijk in een tweelingvlamconnectie is het net omgekeerd. De queen leidt, dus de vrouwelijke energie leidt. Waarom? Omdat de vrouwelijke energie in staat is om die verbinding met haar hogere zelf, met haar team, met haar intuïtie, veel in stand te houden en daarvan, van daaruit dingen vorm te geven. Daarom is het ook belangrijk als vrouwelijke energie om je te, ook te omringen met mensen die weten waar je doorheen gaat. En dus niet te laten leiden of te luisteren naar mensen die geen tweelingvlam zijn of die niet op het pad van ontwaken of bewustwording lopen. Dus zorg dat je je omringt met de mensen die jou ondersteunen en die begrijpen waar je doorheen gaat. Want dat zal een krachtige move, een powerful move, vooruit betekenen ook in je connectie. Niet alleen in jezelf, in je eigen leven, maar ook in je connectie. En daarom krijg je ook die Into Me I See. Dat is, ga naar binnen. Kijk, ze heeft hier ook een ster op haar derde oog. Ga naar binnen. Luister, verbind met je hart. En laat jouw ziel en jouw team tonen wat dat is dat jouw overvloed gaat brengen. Wat dat is dat jou die balans van geven en nemen gaat brengen. Wat dat is, ik ben eventjes aan het kijken waar dat 7 is, is 7. Wat dat is dat jou die eenheid in jezelf, die vervulling, op elk vlak in je leven en uiteindelijk die onvoorwaardelijke liefde gaat brengen. Dat is de enige weg om te gaan. Er is geen andere weg. Er zijn geen shortcuts. Waarom? Omdat het belangrijk is. Het is zo belangrijk voor het collectieve ontwaken en voor het vormen van een nieuwe maatschappij, dat we allemaal zo zuiver mogelijk worden. En vanuit dat hoger bewustzijn, vanuit dat diamantenbewustzijn, ons leven gaan vormgeven. En dat is de reden waarom dat jij nu bent waar je bent. Ook liefde kwetst niet. Dat klopt ook, liefde kwetst niet. Jouw unieke frequentie brengt succes en overvloed. Je vibratie maakt je magnetisch. Maar daarom moet je in jouw unieke frequentie zijn. En dus zonder die ballast dat je nu nog voor heel veel stukken meesleept. Ballast van voorouderlijke patronen. Ballast van de maatschappij. Van conditionering. Van wat dat ook maar is. Vecht voor waar je in gelooft, maar doe het vanuit liefde en met compassie. Stop met te denken, voel en wees gewoon jezelf. Ik ga het nog eens zeggen, maar er is iemand die het echt moet horen. Stop met denken, voel en wees gewoon jezelf. En dus wat betekent dat? Dat je eerst moet weten wat dat dan is, jezelf zijn. Liefde is een mysterie, probeer het niet te verklaren. Voel opnieuw en wees die liefde. Voilà, dat was het voor deze reading. Ik hoop dat je weer het een en ander hebt mogen leren. Dat je een aantal inzichten hebt mogen ontvangen. Ik zeg het was je ondersteuning voor jouw eigen specifieke situatie. Dan mag je mij altijd contacteren. En dan zie ik jou in een nieuwe video. Daag!